mooi dat je zo openhartig je verhaal durft te vertellen. Dank je wel. Dus echt, daar kun je trots op zijn. Dank je wel. Ja, super. Nou, we hebben samen met allerlei organisaties die aangesloten zijn bij Kom Erbij een actie in het kader van de aanpak tegen eenzaamheid. En juist in deze toch donkere dagen richting de kerst, nou, zie je, en zeker ook nog eens een keer met corona erbij, ja, zie je toch dat eenzaamheid een belangrijk thema is waar we met elkaar van alles aan moeten doen om dat tegen te gaan. En er is nu een lichtjesactie en ik mocht vandaag hier in de wijkkamer van Averdam, hier in Eenenver, het eerste lichtje uitreiken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ivar heeft het eerste lichtje en een kaart mogen ontvangen. Juist in de donkere dagen voor kerst is het ook natuurlijk symbolisch heel mooi dat we een lichtje kunnen overhandigen. En we hebben daar ook een kaartenactie bij om mensen, nou ja, toch ook een leuke kaart met de kerst te doen toekomen. Daar schrijf ik zelf ook heel graag aan mee. Ik neem straks een hele grote stapel mee om daar ook gewoon een persoonlijke noot voor mensen op te schrijven. Juist ook om ze een hart onder de riem te steken en te laten weten dat we aan ze denken, juist in deze, nou, toch ook wel moeilijke dagen voor sommige mensen. We hebben het eerste lichtje uitgereikt aan Ivar. En Ivar is een ongelooflijk stoere mevrouw in Almelo die jarenlang voor haar moeder heeft gezorgd en daarbij haarzelf helemaal heeft vergeten. En toch geen sociaal netwerk had. En juist doordat zij zo stoer is en de stap heeft gezet naar onze wijkkamers, komt zij weer onder de mensen. En wij vinden dat zij een lichtje heeft verdiend. En wij hopen dat de mensen de zak met het lichtje voor het raam zetten, zodat we toch nog een helder lichtpunt hebben in deze donkere dagen voor kerst. Heel blij, echt waar. Ik ben heel blij. Vandaag, ik voel me echt een fijne en... Wat ik nieuws gehoord over de mei, ik ben heel blij. Ik ben echt, voelt ik mezelf gelukkig. Zoon en schoondochter komen ze bij mij thuis. Wij vieren nieuwjaar. We gaan bijna 3000 kaarten schrijven en uitreiken. Er zijn ook heel veel Almeloers die bijvoorbeeld hun partner zijn kwijtgeraakt of geen partner hebben. Nou, hoe mooi is het dan dat er toch mensen aan je denken? En dat doen we hier met al die organisaties die bij Kom Erbij zijn aangesloten. En steken we mensen op die manier een hart onder de riem.